Oh, lava eronder. Toing, 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 toing. Ik ben een soort van konijn. Ik vind het eigenlijk nog wel leuk om even een stukje rondom de spawn te gaan kijken. Vinden jullie ook? Slash spawn. Ik bedoel, laten we dan ook maar echt een lange video van maken nu. Vorige keer hebben we die kant gehad. Deze kant hebben we nog net gehad. Die kant kennen we al. Ik weet niet, waar kunnen we heen? Het is veel te veel te doen hier. Laten we deze kant nog eens een keertje verder opwandelen. Op weg naar de bank. Ruilshop. Oh, er zit hier een ruilshop. Andere dingen ruilen. Gewoon vragen. 32 coal is 1 iron. 5 iron is 1 gold. 5 gold is 1 diamond. En 25 iron is... Oh, en 5... Hè? Oh, en 25 iron is 1 diamond. Klopt dat? Ja, dat klopt. Wauw, vet. Hoe kom ik naar binnen, jongens? Heel leuk. Jullie zijn alleen, zeg maar... ja, de deur openmaak ding vergeten. Ah, is dat slimmerik ook. Wow, lag. Nieuwe videofile. Oh, laten we nog eens verder gaan kijken. Waar hebben we nog meer? Zoek je de bank, volg het gravelpad. Laten we op weg naar de bank gaan. Hey, erachter is iets bijgekomen. We love DRD. En de kraan is gestopt. Iemand heeft de kraan gestopt. Hier is een vliegend huisje en een ei. Ik wil het ei hebben. Hoe is het? Huis van Tijl. Oeh, nog maar eieren. Lief eieren. Kippetje. En nog meer eieren. Volgens mij heeft iemand de kippenfarm op laten staan. Weg naar Barbiehuis. Oh, daar ben ik wel benieuwd. Wil degene die hier wat aan het bouwen is het AUB weghalen? Thanks Julia C. en Karee Ruben. Zijn jullie met z'n tweeën het Barbiehuis aan het bouwen? Een roze pad naar een Barbiehuis. Ik vind het geniaal. Allemaal huisjes. Zien jullie je eigen huisje eigenlijk al? Ik bedoel, ik weet dat een hele hoop DAD-kijkers mijn filmpjes kijken. Wow, vet fontein. Ik ben benieuwd naar het Barbiehuis. Daar ben ik meer in geïnteresseerd dan de bank. Het moet wel echt een roze huis zijn ook. Oh, daarachter. Zeker wel. Hier komt ook iets op weg naar een Barbiehuis. Jezus Christus, wat begint die server groot te worden, man. Oh, en achter nog een heel kasteel. Kasteelmuur. Hier is nog een kasteel. Jongens, wat zijn jullie allemaal ziek veel aan het bouwen? Ik wil meer gaan bekijken. Ik ga zo meteen heel eventjes snel de oude comments erbij pakken om te kijken of ik iets moet... bijnemen. Maar we gaan nu eerst op weg naar het... Jezus, wat een zuurstokhuis. Super vet. Ik denk dat ik weet van wie dit huis is. Ik denk dat dit Brechtje het huis is. Ik zag Brechtje van het weekend en Brechtje was... Ja, Brechtje en Renska. Oh, meiden, dit huis past echt perfect bij jullie. Want ik vond je er een beetje uitzien als een zuurstokbrechtje. Maar nou snap ik waarom. Echt super vet. Echt... heel erg gaaf, een Barbie meidenhuis. Oh, wat cool, wat ongelooflijk cool. Wauw. Dames, ik vind hem stoer. Ik vind hem heel erg stoer. Roze en wit. Een groot, oh echt, ik krijg helemaal zin van dit snoep. Mocht ik eigenlijk wel zomaar binnen wandelen? Die deur is open. Treden of eigen risico. Ja, ik vind hem cool, meiden. Barbiehuis. Achter een verloren portal. Nog, nou dat is nog één keer vragen. Dingen die ik moet bekijken. Als jullie nog dingen hebben die ik moet bekijken, plem ze even beneden in de comments, hè. Maar ik denk dat... Wow, oké. Ik ga nog die toren even bekijken. Dan vind ik het eigenlijk wel mooi geweest.
Wow, kans. Wat? La la la. Als dit de toren van de laatste gast is, wat trouwens echt een briljante naam is. Alles gered is alleen uit de chat ID. Oké. Oh ja, moet ik natuurlijk slash call gelaagde gast. Dat was best een faal. Oh, en de toren is ook nog echt van hem. Ik vind trouwens vanuit hier een beetje op een penis lijken. Maar dat kan ook aan mij liggen. oepsie. Gelaarsde gast. Lol, oh sorry dude, dat was echt niet heel handig inderdaad, gelijk naar beneden pleuren. Oh, ben je een wizard? Ik denk dat die een wizard... Oh, wow, waar is hij nou heen? Hij is Fuji! Goddammit! Waar is hij nou? Oh daar is hij. Oh, hier omhoog! Ah, oh hij is een assassin! Oh, awesome! Oh! Cool. Ah, wat? Kijk, hij springt zo naar beneden. Dude. Haal je dat? Nee, dat haal je toch niet? Nee, je kan maar 3 blokken springen. En als ik hier naar beneden kijk, dan zit ik op 1, 2, 3, 5, 6. Nee, die probeert mij voor de gek te houden. Nee, dat haal je niet. Ik vertrouw het niet. Hoe kan je dat halen, man? Dat kan je toch niet halen? Oh, wel een vette view trouwens hier, man. Awesome! Ik vind dit wel een vette toren. Wow, je huis. Jawel, je hoeft maar te springen, ook zonder food. Ah, leap of fate. Jongens, als deze leap of fate failt, dan... Wat heb ik al mijn inventory? Ah, fuck it. Dan... Ah... Oké, nou, dan vind ik dit een heel mooi einde van de video en hopelijk ben ik niet dood. Jongens, bedankt voor het kijken en tot ziens! Ah! Oh, gehaald! Oké, dit was de video. Bedankt voor het kijken. Ik had jullie een giveaway beloofd en dus ga ik dat ook doen. Laten we eens een mooi plekje opzoeken voor de giveaway. Van de laatste gast met een roze Barbiehuis. De giveaway. Nou nog gewoon normaal. Oh nou doet hij nog steeds wel. Awesome. De giveaway gaat als volgt. Ik heb op dit moment zo'n bijna 200 subscribers. Tegen de tijd dat er 250 subscribers zijn, gaat de Minecraft code eruit. Dus dat is regel 1. Regel 2 is: zorg dat jouw naam zoveel mogelijk door andere mensen gespamd wordt. Door andere mensen, niet door jezelf. Je moet zelf geabonneerd zijn. En je moet zelf eigenlijk op iedere DAD video die ik gemaakt heb een comment achterlaten. Dus, nog één keer de regels. De Minecraft code gaat eruit zodra er 250 abonnees geweest zijn. Dus blijf deze video's delen en mensen hierop laten abonneren. Jouw naam moet zo vaak mogelijk gespamd zijn in de comments. De naam die het meest gespamd is, die maakt de meeste kans. Want ik ga gewoon lotjes trekken. En hoe vaker jouw naam gespamd is, hoe groter de kans is dat je de code wint. Maar het blijft random. Jij moet geabonneerd zijn op het kanaal. En eigenlijk vind ik dat trouwens ook wel al die andere mensen geabonneerd moeten zijn. Dan bereiken we die 250 wat sneller. En ik had er nog één, maar die ben ik vergeten. Laten we het maar eventjes bij die 3 houden. Jij moet geabonneerd zijn. Je naam moet zo vaak mogelijk gespamd zijn. En er moeten 250 abonnees zijn. Dus, hoe vaker... Nou weet je, anders, fuck it. Je mag ook je eigen naam spammen. Hoe vaker jouw naam in de comments staat, hoe vaker je kans maakt. Nou ja, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Alle comments in alle video's tellen mee. Dus je hoeft niet alleen op deze video te gaan spammen. Je mag iedere video en zelfs het kanaal mag je plat gaan spammen.
Dus zorg dat die dat ik jouw naam niet over het hoofd kan zien. Want ja, als natuurlijk andere mensen 100 keer zijn naam gaan spammen en jij doet het maar één keertje, is de kans gewoon een heel stuk kleiner dat jouw naam zo meteen uit de bus komt of dat ik hem zie. Dan zie ik hem misschien zelfs nog wel over het hoofd met een beetje pech, sorry. Maar ja, yeah, that's the truth. Succes! Ik zeg... Queen loopt over me heen. Auw. Laat de actie van start gaan en mogen de beste winnen. Mensen, succes. En als jullie dit leuk vinden, vaker dit soort acties willen. Ik zeg bij... misschien bij 500, maar zeker bij 1000 abonnees gaan we dit nog een keertje herhalen. Doei. En comment.